Thomas, vandaag hier op Lierse, 4 nieuwe jongens verbonden aan de club. Ja, kan je er zelf een beetje meer uitleg over geven? Ja, het is een heel belangrijke taak in onze ontwikkeling, in de clubsontwikkeling. Het is 4 academiejongens die hebben sinds hun 12e en 13e al bij de club hun progressie gemaakt met die academies in Tongerlo. En vandaag hebben ze een verbindenis van 2 jaar en 7 maanden plus een optie getekend. En we zijn gewoon heel trots op de jongens die eindelijk de droom van onze voorzitter Maget Sami kunnen verzilveren. En vandaag is de eerste stap naar de toekomst. De voorbije weken hebben ze ook al een beetje kunnen meetrainen met de A-kern en al kunnen proeven ook van competitievoetbal met de belofte dan wel. Ja, ze hebben al een tweetal maatjes met die beloftes kunnen afwerken en ook een aantal trainingen met de eerste ploeg. Ze hebben een heel goede indruk achtergelaten. En ik denk naar de toekomst toe, dat worden heel belangrijke spelers voor Lierse. Ik denk naar het succes van Julian Verkouter van vorig jaar, die van de eigen jeugd is doorgestroomd en nu een vaste plaats bij de eerste ploeg heeft kunnen afdwingen. Is dat de volgende stap, dat die jongere spelers van de academies ook die kans gaan krijgen voor bij de eerste ploeg te mogen proeven van het voetbal. En hopelijk zal Julien ook in een nabije toekomst hun stempel kunnen zetten in de eerste ploeg. Je hebt het aangekondigd in ons matchday-programma enkele weken geleden. De bedoeling is wel dat dat zachtjes aan gaat komen, stap per stap. Ja, zo en zo. We kunnen niet aan iedereen een accommodatie voor zorgen op het training. Ik denk, we zijn nu met een groep van 23 spelers, plus 4 van de academies, daar 27. En het moet alles op zijn tijd, een rustige tijd gebeuren. We mogen niet te veel spelers naar binnen brengen. Alleen die spelers die klaar zijn voor die stap naar onze eerste ploeg. Alleen die spelers die kans maken voor een eerste ploeg te mogen spelen. Dus, maar ik denk binnen volgende weken komen toch een aantal jongens in die aanmerking van eventueel ook die stap verder te maken en misschien nog een contract bij Lierse te tekenen. In principe is het geselecteerd door mij en door onze trainer. We zijn een aantal maatjes met die academies gaan scouten, plus die beloftewedstrijden, plus de trainingen. Dus ja, talent zit er natuurlijk tussen en nu hebben ze de kans voor zich te bewijzen. Ze moeten een beetje een body aanpakken en natuurlijk zich kunnen aanpassen aan de snelheid van de eerste klasse voetbal. Dus ik geef hun een paar weken tijd voor zich te kunnen bij ons goed voelen. En dan, ik denk, ze gaan veel vechten voor de plaats in de eerste ploeg. Oké, dank Thomas. Ja.